We hebben een nieuwe, vernieuwde intro. Hij is iets korter dan de andere. Hij is korter, ja. En flitsender. En wij vinden dat het wel mooi is. Wij vinden het een verbetering. Ja. Wat vinden jullie ervan? Ja, wat vinden jullie ervan? Laat even weten in de reacties. Ja, laat even weten. Bedankt. Volgens leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van Tanisha Eftelisha's wereld. Yay. We zijn nu in het Sprookjesbos en gaan nu naar een Sprookjesbos show kijken. Die hebben we nog niet gezien, in ieder geval ik niet. Dus ik ben heel benieuwd. Die begint over 5 minuten. Ze moeten opschieten. Ja, we moeten wel even opschieten. Even een snelle route. Ik weet het. Sprookjes was nog niet helemaal in mijn hoofd. De snelste route is dat. Veel plezier met kijken allemaal. Ik heb de zon in mijn mond. Ik heb zo'n lo. Nee, niets is te komen. Ik meer in de bek. Mijn idee is zo leuk. Pak een bandje en gooi je maar vol. I feel the sun in my head. Having fun. So I would be sad. Oh my dear, I've got an idea. It's kind of crazy, so please tell me sad. I feel the sun in my head. I'm having fun, so fun. I won't be sad. Oh my dear, I've got an idea. So fill your basket and just go ahead. Shut up. Ik zong Engels, knap hè? Oh, maar niets heel belangrijks vergeten. I forgot something really important. Ik ben mezelf helemaal vergeten voor te stellen. Ah, nu weten jullie helemaal niet wie ik ben. Ik ben Roodkapje, ik flatter als een vlinder. Pluk mooie bloemen en stop ze in mijn mand. Roodkapje, je weet dat er veel gevaren zijn. Elke keer weer iets anders, dat doet mij zo pijn. Want jouw liefde, waarmee jij me zo verblijft, wil ik liever voor altijd. Nou zo dus, Bob ligt in het bos op jacht. Onvoorspelbaar als hij lacht, onbetrouwbaar en zo onverwacht. Ja, heel goed, en dan gaan we zwaaien met z'n allen. Er veel gevaren zijn, van mijn liefde, waarmee ik u zo verblijf. Wil te liever voor altijd. Zo'n sprookjesboom, een hele grote sprookjesboom. Er was eens een sprookjesboom in het sprookjesboom. Ik vond de Sprookjesboom show met Roodkapje wel echt leuk. Ja, leuk gedaan. Ik vond het goed gedaan. En ja. er zijn ook Engelse dingen in. Dus dat is, daar kunnen Nederlandse kindjes dan weer van leren. Ja. En de buitenlandse mensen en kinderen die kunnen dan weer ook dat zien, zeg maar. En ja, horen. En dat vind ik wel echt goed bedacht. Ja. Ik ook. Ik vond het ook niet tegenvallen hoor. Nee, ik vond het ook niet tegenvallen. Leuke liedjes ook. Dus ja. Ja, ik vond het gezellig. Goed. Ja, leuk, gezellig. Iedereen deed mee. Dus het was echt top. Leuk. Ja, ding, 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 ding. En u bent? Ik ben Jim. Ja, Jim. Hallo? Ik ben Jim. Nu toch weer. Willen. Oh, kijk. Wat? Ik wist helemaal niet dat dit kon. Nee, wist je dat niet? Nee. Ze wist niet dat het kon. Maar het kan wel. Het is koud. Nou, val wel mee. Ja! Oei, kijk daar. Kijk, daar komt een fles. Oh, help! Oh! Vind ik leuk. Ze vindt het wel leuk hoor. Onder de lifthill van de
dit is de lifthill van een Vliegende Hollander, hoor ik net. Zeg ze net, toch? Bevestigd even. Kijk even onze attractie special voor de hele rit van de Baron. Hij is super gaaf. Gaan we in? Fata Morgana! De Bob. Ik film nou weer met mijn GoPro, want we gaan nu de Bob on-ride filmen. Hey. Dus we zijn benieuwd hoe dat is. Ik ben zo blij mee met de GoPro. Ik vind het echt een heel leuke case. Ja. Nou, daar zitten we dan. In de Bob. Ja. We gaan op de lift. In de Bob, hè? Ja, in de Bob. Nou, we zijn nu weer bij de Baron. Kijk maar. Vind ik mooi. Mooi Baron. Maar in de Baron gaan we vandaag niet. Het is best wel druk in het park. En koud. En het is ook echt best wel koud. Gisteren was het veel warmer. Ja, maar gisteren moest ik werken. Maar toch een hele leuke, gezellige dag. Ja. We zouden vandaag eigenlijk naar Fantasieland gaan. Maar omdat er zoveel gesloten was, de Taron was ook gesloten. Dus toen gingen we niet meer. Toen moesten we iets anders doen. Gaan we een andere keer. Ja. En hebben we vandaag een leuk dagje even gingen. Ja. Ik kan ook nog staan. Dan sta je er nu. Ga jij maar in de halve maan. Ja, ik ga in de halve maan. Nou, Tanisha gaat lekker in de halve maan. En ik niet, want dat is de enige attractie waar ik misselijk in word. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik kan me in alle achtbanen stoppen en dan word ik niet misselijk. Maar in de halve maan word ik misselijk. En krijg ik hoofdpijn. En ik weet niet waarom. Maar goed. We zullen zien wat Tanisha er zo van vindt. Hè? Ja, ze zwaait. Yeah!
Nou, dat moet leuk geweest zijn. Toch? Denk het wel, ja. Ja, daar komt ze dan. Yay! Oh, ze is blij zo te zien. Dus ik denk dat ze niet misselijk is. Ah, daar is ze weer. Was het leuk? Ja hoor. Niet misselijk? Nee. Oké. Kan nog wel een keer hoor, nee. Nog een keer? Nee, nee, dan moet ik zo lang wachten op jou. Doe maar niet. Oh, ga, ga. De vlog af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Een likeje. Abonneren. En ja. Duim omhoog. Dat heb ik al gezegd. Oh, heb je dat al gezegd? Ja. Oké. Okay. En abonneren en reageren ook. Reageren. Dat is altijd leuk. En het was een heel leuk dagje. Ja, sowieso. Ja. Ja. Was je bang voor de draak? Ja, ik was een beetje bang. Oh, ja. Ik was dan weg hier. Ja, oké. Okay. Doei.